Zo. Welkom, welkom bij Gebek Bestek. Ja. Op de On The Road Talkshow. En we zijn op de Dutch Design Week 2008. We zijn hier voor de derde keer. We staan bij de Witte Dame, bij de MU. En we hebben als gast Joost en William van OK Parking. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Ja, ik ben dus Joost van OK Parking. OK Parking is een grafisch ontwerpbureau uit Arnhem. En dan ben ik ongeveer 3 jaar geleden gestart met William. Dat ben ik. Jullie zijn met z'n tweeën zijn jullie OK Parking? Ja. Okay. En we waren dus, ja, het zijn wel verschillende opdrachten. We zijn in opdracht werken. Ja. Maar ook onze eigen projecten, dat proberen een beetje balans in te vinden. Dus zoals magazine en andere dingen die we hier tijdens design doen. En wat jullie hebben hier nu een expositie lopen. Kunnen jullie in het kort uitleggen wat het precies is wat jullie hebben gemaakt? Het is onderdeel van XX Duels en Duetten. Ja. Dus bij het MU werken 10 ontwerpduo's, waarvan wij er eentje zijn. En eigenlijk wat wij van plan zijn, is eigenlijk om experimenten te doen gedurende de week, waar we eigenlijk nooit in het dagelijks leven, zeg maar, of het werkleven aan toe komen. Dus we hebben bedacht dat we gewoon een reeks dingen opgeschreven die we willen doen. En het Rad van Fortuin hebben gemaakt, die bepaalt elke dag welk project we gaan doen. Okay. Dus eigenlijk is elke dag weer een verrassing wat het duurder wordt. En wat zijn jullie vandaag aan het doen dan? We hebben het Rejected Fidget Visions genoemd. Rejected? Rejected Visions. Rejected Fidget Visions. Het zijn twee dingen die we al heel lang hebben liggen eigenlijk. Fidgets zijn een soort van sensoren die op je computer kan aansluiten en zo waardes kan binnenhalen. Je kan ook waardes versturen naar motortjes en ledjes en dat soort dingen. Dus dan kan je daarmee low-tech en met betrekkelijk weinig geld kan je installaties bouwen en robotjes bouwen en eigenlijk van allerlei grote dingen doen. Want we hebben zo'n pakket gekocht 2 jaar geleden en die ligt al 2 jaar bij ons in de kast. Omdat je moet er echt even induiken en om daar nou echt een hele dag voor te gaan zitten, dat gebeurt gewoon niet. Dus dat doen we nou. En Rejected Vision is een programma wat bepaalde tekeningen herkent als object. Elke tekening heeft zijn eigen nummer. En daarvan kan hij de hoek waarin die gedraaid is, kan die herkennen. En op welke x en y positie binnen beeld van de webcam. Dus het wordt wel 3D in het programma of blijft het 2D? Het blijft 2D. Het is zeg maar de diepte, zeg maar, meet hij niet. Het is alleen de x en y en de rotatie. En daar kan je dus weer muziek aan koppelen of beelden aan koppelen. En daar zijn we wel vaker al mee begonnen, maar ook dat. Waarom heb je toen dat pakket gekocht? Dat hebben we gezien op een beurs. Dat was een hele leuke installatie waar kinderen op knoppen konden drukken op beelden. Het zag gewoon heel leuk uit, dus we hebben gevraagd van hoe werkt het en waarmee maak je dat? Mm-hmm. Zij zei, ja, dan moet je eens kijken naar fidgets. Dus dat hebben we gedaan, die hebben we gekocht en toen in de kast gelegd. Ja. En wat wil je ermee, waar wil je mee naartoe? En dat weten we eigenlijk niet. Dus zeg maar, we hebben heel veel van die spullen gewoon liggen en we doen er niks mee. Dus je koopt het maar gewoon omdat je het dan in ieder geval hebt, op het moment dat je denkt van nou, dat zouden we wel eens kunnen gaan gebruiken. En nou zijn we dus een beetje de mogelijkheden aan het bekijken. Ja, dat zijn wel vaak dingen die ook in de praktijk wel vaak toe kunnen passen, zeg maar. Zoals waar we nu mee bezig zijn, zouden we eventueel ook voor in musea kunnen gebruiken of voor andere installaties, zeg maar. Dus het is vrij spelen, maar het kan ook wel uiteindelijk functioneel worden, zeg maar, dat we gewoon weten wat er kan en hoe het werkt en dat we dat kunnen toepassen. En wat levert het, zeg maar, nu op voor deze expositie? Zijn het dan, moet ik denken aan een soort VJ-achtige beelden of zijn het gewoon... Waar we nu mee bezig zijn, vanmorgen hadden we een soort van audio ding gemaakt, waar je gewoon die dingen, zeg maar, moet je eigenlijk zien, maar die kon je gewoon het geluid mee vervormen. Okay. En nu zijn we bezig met video, dat de video vervormd wordt en bij elkaar. Een soort VJ-achtig iets. Je hebt dan gewoon een apparaatje waar je een wieltje aan kunt draaien, of doe je het allemaal in de computer? Dat zijn, nou, die fidgets, Joost en zijn echt apparaatjes. Yeah. En die stop je op de computer en die
directe vision. Dat zijn gewoon plaatjes van, het zijn symbooltjes eigenlijk, die de computer herkent. Dus dan kun je gewoon, volgt die gewoon. Zeg maar. Okay. Maar als mensen ook zeg maar bij jullie komen kijken, voor de kijkers, dan wordt het zeg maar ook wat, want dus het klinkt nu een beetje abstract natuurlijk in deze caravan. Maar dan wordt het natuurlijk een stuk duidelijker, want dan kun je dan, doordat ze zien hoe het in elkaar zit. Dus dat je ook letterlijk dingetjes filmt en dat dat ook weer meteen vertaald wordt. Ja, we hebben ook een paar dingen wel staan, zeg maar los van waar we nu mee bezig zijn, maar die gewoon zand aan staan. Wij gewoon heel, waar de bezoeker zelf gewoon mee aan de slag kan, zeg maar gewoon. Er staat een monitor waar je de draadjes van de monitor kunt koppelen, zeg maar, zonder dat gevaar wordt. Maar dat het wielscherm vervormt en dat je... Het gaat ook een beetje om het gevoel van, nou, als er dingen kapot gaan, dan mag je het best gebruiken of mag je het best mooi vinden, in plaats van dat het weggerooid moet worden. Ja. En daar zijn we gewoon veel mee bezig. Dus mensen kunnen ook gewoon bij jullie mee komen spelen. Ja, graag. Ja. Hoeveel heb je er? Want je hebt 10 dagen. Hoeveel projecten? Ja, nou, je had een rat van fortuin, zijn je, draai je rond. En hoeveel heb je er strikt 10 of heb je het? We hebben 11 projecten en volgens mij 9 dagen. Oké, okay. 9, 11 projecten, dus er blijven er 2 niet. Wat heb je nog meer? Noem nog eens 2 andere. Nou, we zijn met deel 2 van het magazine bezig. Okay. Dus dat wordt gewoon echt grafisch ontwerp, zeg maar. Ja. De design. Leg even uit, het magazine. Het is een soort verzamelboek. Ja, deze editie sowieso gaat. We zijn in december van dit jaar, of nee, januari van dit jaar, zijn we begonnen met het maken van. Het bedacht van we willen graag een tijdschrift maken en dan begin je gewoon met de mensen vragen van heb je iets om in het tijdschrift te zetten. We hebben een thema bedacht en deze editie gaat over verzamelen. Dan mail je maar gewoon iedereen die je kent van heb jij misschien een verzameling die aantrekkelijk genoeg is om in het tijdschrift te zetten of ken je iemand die een verzameling heeft. En met alles wat we binnen hebben gekregen hebben we uiteindelijk dit tijdschrift gemaakt. We hebben ook een aantal mensen geïnterviewd en teksten geschreven over verzamelen, hoe mensen er tegenaan kijken, wat voor verschillende soorten verzamelingen er bestaan. En de tweede editie gaat over falen en mislukkingen. Okay. En dat is dus één project wat we ook hier mogelijk gaan doen een dag. We hebben nu al heel veel materiaal binnen en dan gaan we gewoon die dag... En dan kunnen mensen materiaal ook weer insturen. Dat zou kunnen, ja. De kans dat het gebeurt is denk ik vrij klein, maar het kan... Ja, op de dag zelf, de mensen op de dag zelf. Ja. Maar nu... Ja, nu, ja, we hebben bijna alle inzendingen al binnen. Dat we proberen het in december uit te hebben, verklaard te hebben. Oh, dat wel, dus dat is wel de bedoeling. Ja. Heb je een bepaald idee met dit vormgeven? Van dit magazine? Is het daar een, ga je voor speciale druktechnieken? Ga je voor speciale papiersoorten? Er zitten wel wat papier en er zijn altijd om dingen mee te spelen. Er zit een extra druklaag in. Yeah. En qua ontwerp, we proberen een beetje een koppeling te vinden tussen online media, zeg maar internet en het blog wat er online vastgekoppeld zit. Yeah. En drukwerk. Dus bijvoorbeeld komen die headnotes, zeg maar, die komen eruit voor. Van visuele links op onder de tekst, die refereren naar of paginanummers of websites of andere dingen, zeg maar. Okay. En jullie verkopen dit boek nu ook hier op de expositie? Ja. En, is het bijvoorbeeld ook in winkels te koop of is het echt gewoon... Het is in Eindhoven is het wel in een paar winkels te koop. En verder, de grote steden hebben wel een paar winkels waar we gewoon liggen, zeg maar. Ja. De verspreiding gewoon zelf gedaan. Gewoon winkels gevraagd of ze die in de winkel willen neerleggen. En, ging eigenlijk best makkelijk. In Nederland ligt het, maar het ligt ook in Engeland en Frankrijk, Duitsland. En via internet ook. Okay. Maar in ieder geval, de verkoop was zo bemoedigend genoeg, of de interesse verkoop, dat is een beetje lastig geweest, om een tweede editie te maken. Dat was sowieso wel het plan. Ongeachte verkoop. Als je bedenkt dat je tijdschrift wil maken, dan moet je wel in ieder geval 2 hebben, want dat is het gewoon een boek. En verder was het voor mij in ieder geval leuk genoeg om te maken, dat ik gewoon nog een tweede wil maken. Maar de verkoop, daar kunnen we eigenlijk niks mee. Het meeste is eigenlijk op verzendkosten opgegaan. Okay. En wat ik benieuwd naar ben, wat is jullie kracht in jullie samenwerking als duo?
Nou, we hebben wel een bepaalde richting wel op willen, zeg maar. Dat we wel dezelfde kant op staan, maar alleen Joost is even andere dingen waar die goed is. Interactieve dingen, zeg maar. Misschien ik ga een beetje meer drukwerk, dus wat dat betreft, qua media vullen we elkaar wel goed aan. En ja, we zijn ook weer aan het experimenteren samen. Dat is gewoon ook waar de basis ligt van ons samenwerken. Van waaruit jullie zijn gestart, zeg maar. Ja, dat is gewoon proberen voor het experimenteren. Ontdekken van nieuwe dingen. Dus ik denk, als dat we dat gewoon inhouden, dan blijft het ook goed omgaan. Ik wil nog weten in het tweede project. Wat we kunnen nog meer verwachten. De 1-1 is het magazine dat je met de failure aan de slag gaat. Ja. En de tweede? We gaan nog circuitbanden. We hebben een videomixer gekocht en we hebben een camera bij en we hebben een toetsenbordje bij, een keyboardje. En die gaan we uit elkaar halen en dan gaan we, ja, simpel gezegd gewoon kortsluiting maken, zodat de signalen die eruit komen niet zo zijn als zoals ze horen. Dus gewoon kijken wat je kan maken door zeg maar iets te doen zonder je weet wat eruit gaat komen. Mm-hmm. En dan proberen dat weer te slaan of te bewaren voor later. Ja, is dat wel is het meer experimenteren of moet het ook, is het dus ook resultaatgericht? Nee, het is niet. Ja, kijk, uiteindelijk krijg je resultaat, maar het gaat niet om het resultaat zelf. Ik bedoel, je weet niet wat eruit gaat komen. Nee. En juist dat is het interessante eraan. Dat je gewoon die onvoorziene uitkomsten die je misschien wel ooit een keer kunt gebruiken of dat het gewoon leuk is om te doen. Maar dat is dus nog geen zoals hier bijvoorbeeld, dat je ook experimenteert en er zit een expositie aan vast. Dat is bij dat project nog niet aan. Nou, aan het eind van de week, zeg maar zondag, in de middag gaan we een soort van workshop geven waar we een publicatie maken van wat er hier gebeurd is de afgelopen week. Dus dan, zeg maar, bijvoorbeeld dat circuitbinnen en de video's of de beelden ervan, die zouden daar terug kunnen komen. Zeg maar. DVD of zo terug kunnen komen. Ja, op papier ook. Okay. De tentoonstellingscatalogus gaan we proberen te maken, gewoon met kopieerapparaat en alles wat we bij hebben. Gewoon met de mensen die mee willen helpen. Met alle mensen die mee willen helpen, ja. Dus we gaan proberen binnen 2 uur die catalogus in elkaar te zetten, zodat je toch nog een soort van eindresultaat hebt van de hele expositie. Dus van alle duo's. Dan kun je voor je eigen kopie kun je kopiëren. Oké. Okay. Dan hoef je geen boekje te kopen, maar dan koop je het zelf. Ja. Perforator erin en... Nietje erin. Nietje erin. Waren jullie verrast dat jullie uit waren genodigd hier? In principe. Ja. Het is toch Eindhoven en zeg maar... Ja, hoezo? Het is toch Eindhoven? Nou, op een of andere manier zit je altijd zeg maar, binnen zo'n ontwerpgroepje. Arnhem, Eindhoven, Amsterdam, zeg maar. En daarbinnen worden dan heel vaak de mensen gezocht die je graag erbij wil betrekken. Want Eindhoven, het is niet waar we heel veel mee hebben. Daar zijn niet heel veel mensen die ons zeg maar kennen als okay parking of ook bekendheid hebben. Of een beetje. Want waar zouden de mensen van jullie van kennen van bij okay parking? Dus dat is het bureau, hè? Okay parking is het bureau. Ja, gewoon het commerciële werk. Ja, het commerciële werk. Is dat gewoon briefpapier of is dat dan ook gewoon reclamecampagnes langs de snelweg? Nee, dat niet zozeer. Het gaat van heel veel interactief werk wel. Yeah. Gewoon websites waar we toch wel een ander slag geven. Niet een klik, plaatje en zoals dat normaal ziet. Maar gewoon, we willen altijd wel een stapje verder gaan zo, dan normaal is. En boeken en ook huistijden. Dat zijn gewoon dingen die je nog toch. Dat zijn het lopende bandwerk. Betaalbaar. Dan kunnen we weer een beetje zin van mij. Ja. Want weet je hoe ze zeg maar bij jullie zijn gekomen dan voor deze expositie? Hebben jullie dat nagevraagd? Dat is wel een vermoeden. We hebben heel lang geleden een soort schrijfblok uitgebracht waar je op kan drummen. Dat klinkt misschien een beetje raar. Die hebben we hier proberen te. Of ja, die hebben hier in conciliatie gelegd bij Little Ding. Ja. Yeah. Okay. En ik denk dat via zeg maar hun. Ja, daar hebben we gewoon contact mee gehouden met Erik en Elske. We zijn ook nog op een workshop geweest hier in de muur. Ja, dat is En
Ja, zo doen we het. Ja, zitten we er toch een beetje tussen. Dus, ja. Ja. Wat ken je, behalve Little League, die staan hier ook. Ja. Erik en Elske. Ken je andere mensen die met de tentoonstelling meedoen? Ja, ik had bij die masterclass van Scanner heb ik Bart en ik kan de naam even staan. Nee. Maar, en Jozef achter de camera kunnen we daar zien. Dus het zijn wel mensen die hier rondlopen die ik al hier heb gezien. Oké, okay, waar ga je nog naar kijken in de Dutch Design Week als je de tijd voor hebt? Heb je de tijd voor? Ja, we maken er wel tijd voor. Ik heb eerlijk gezegd nog niet zo heel goed beeld wat er aan te doen is. Nee. We zijn vandaag een beetje druk bezig geweest met onze dingen in elkaar zetten, zeg maar. Dus, maar ik heb wel wat dingen gehoord bij Stripe X en Stripe S, waar we dan heen zouden moeten gaan. Dus, daar gaan we sowieso even. Ja, we lopen gewoon een rondje en we zien wat het echt. Dat werkt het beste.